volg het gewoon. Met de feestdagen achter de rug worden alle versieringen afgehaald en gaan de kerstbomen de deur uit. Maar in plaats van ze weg te gooien, kun je je boom naar het kerstboomasiel brengen, waar ze geplant en verzorgd worden. Nou, ze krijgen regelmatig water. Want we hebben hier de tuinploeg die normaal de tuin hier onderhoudt. Die doen met water geven, doen ze gelijk de bomen meenemen. En op die manier proberen we de bomen dus van de zomer heel te houden. En dan krijgen ze ook nog extra voeding? Nee, juist niet. Want kerstbomen moeten niet te veel voeding krijgen. Want als ze te hard gaan uitlopen, zeker de afgetopte bomen, dan krijg je een hele rare vorm. Kerstbomen die moeten eigenlijk heel, heel langzaam groeien en eigenlijk alleen maar in leven gehouden worden. Het doel is om bomen te besparen door je kerstboom bij het kerstboomasiel te laten overzomeren. Je kunt ze dan weer aan het eind van het jaar meenemen voor €7,50 als ze het jaar hebben overleefd. Nou, als we hem straks weer zo meekrijgen, dan is dat wel waard, ja. Hij heeft dubbel gekost, dus. Tel uit je winst. Ja, precies. Ja. Nou, kom je af en toe nog eens kijken of hij het doet? Ja, misschien wel. Ja, dat... Nummer 7, onthouden. Het afgelopen jaar hebben maar 10 van de 50 gestalde bomen het overleefd. Maar er is vertrouwen in dat het dit jaar beter gaat.